staat het volgende geschreven. Schrijf aan de engel van de gemeente van Laodicea. Dit zegt aan met de trouwe en betrouwbare getuigen. Het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet. Kijk naar je buurman en zeg, ik weet wat je doet. 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 Ik weet wat u doet. Hoe u nu koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud, dat het vuur gelouterd is. En u zult rijk zijn, witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik en hij met mij. Wie overwint, zal met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op de troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En voor de tijd die ik met je heb, wil ik spreken over een boodschap met de titel Run, niet from, but to fire. Trouw God de Vader. Het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Zo nu mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Je mag plaatsnemen. Thanks worship team. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Awesome, awesome, awesome. Ik zou het een beetje willen hebben over het thema passion. Passie. Passie. Want ik geloof dat we passie mogen hebben voor God. We mogen liefde hebben voor God. We mogen passie hebben voor zijn kerk. Je mag een passie hebben voor de kerk. Het is niet voor niets dat in het Bijbelboek Openbaringen, dat Jezus de opdracht geeft aan de schrijver om een boodschap over te brengen naar de 7 gemeenten. Er is een passie voor de kerk. En wij mogen ook een passie voor de kerk hebben. We mogen passie hebben voor Gods huis. Er mag een vuur zijn in je binnenste dat brandt. Er mag een vuur zijn in je binnenste dat brandt. Er mag een vuur zijn in je binnenste dat brandt. Ik heb een passie daarvoor. En de passie die we hebben voor God, de passie die we hebben voor zijn kerk, is misschien vergelijkbaar met de passie die je kan hebben in een relatie als je bent met de persoon. Ik vind het altijd fantastisch om naar mijn ouders te kijken die al 35, 34, 33, 36 jaar getrouwd zijn. Ik wist dat ik ergens moest stoppen, I don't know. En als je ze samen ziet, dat je nog steeds de passie ziet. En het kost werk. Ik wil niet zeggen dat zij nooit geen momenten in hun leven hebben gekend waar het ingewikkeld of moeilijk is. Maar het is iets om te blijven werken aan de passie. Om te blijven werken aan dat vuur. En je ziet het bij hun. Gesproken over vuur. Toen zij 12,5 jaar getrouwd waren, hadden ze besloten om thuis een diner te organiseren. Gewoon voor ons vieren als gezin. En Lachey en ik waren nog heel jong, we zaten op de basisschool. En het was het diner in de woonkamer en we gingen gourmetten en het was fantastisch. Iedereen had zijn mooiste kleren aangetrokken en we genoten van de passie die was in het huis. En gedurende het eten hoorden we ineens een knal uit de keuken komen. Het was namelijk zo dat er een pan in vlam was geraakt. En ik zag mijn vader snellen naar de keuken om het vuur te doven. En in de commotie van het moment, in de intensiteit van het moment, keek mijn moeder mij en mijn zusje aan en ze zei, run. En ik weet dan niet of was het lag aan de intensiteit van het moment of de intensiteit van haar stem. But Lachey en ik, we took off. We renden het huis uit, we renden de straat uit, we renden de wijk uit. Wij dachten van, we got to go, we got to go. En het is misschien de meest reasonable response voor vuur, dat je denkt van, ik moet hier wegkomen.
Als je naar natuurfilms kijkt en je ziet dat er een bosbrand is, dan zie je het eerste wat de dieren doen, is dat ze zorgen dat they run from fire. Maar ik geloof dat in ons geestelijk zijn, dat we niet moeten rennen van het vuur, maar dat er een diep verlangen in ons hart moet zijn to run to fire. Om te rennen naar de plek van passie. Om te rennen naar de plek where it really matters. Om te rennen naar de plek waar Jezus centraal staat in je leven. Om te rennen naar de plek waar je in vuur en vlam staat voor hem. To run to fire. To run to fire. En dat is waar ik met je over wil hebben. Ik wil je brengen naar de plek waar de passie is. Waar we in vuur en vlam staan voor God. Vuur en vlam staan en in passie staan voor God en zijn gemeente. Want velen van ons herinneren het moment dat Jezus je heeft gered. Oh, er zijn mensen hier die zijn gered door Jezus. Dat je weet dat hij kwam in je leven. Hij nam je van de plek waar je was. En hij plaatste je op nieuwe grond. En kan je herinneren de passie die er was in je hart toen je Jezus leerde kennen? Je was vol van vuur. Je sprak alleen maar over Jezus. Het was Jezus voor je, Jezus daar, Jezus achter je. Het was alleen maar Jezus omdat je passie had voor wat er gebeurde. Overal wanneer we in ons leven iets nieuws krijgen, dan hebben we passie ervoor. Want het is nieuw en je wil niks liever dan om erin te springen, erin te duiken, jezelf erin om te omgeven. Ik ken niemand die een nieuwe auto heeft en het 3 weken voor de deur laat staan zonder erin te rijden. Ik ken die mensen niet. I don't know them. Je wilt niets liever dan erin springen en ervan genieten. Toen ons huis werd gebouwd in Almere Poort, konden we niet meteen in het huis, want ze hebben stylages en hek hebben ze eromheen. Mijn vriend en ik namen every given moment om daar naartoe te rijden. Om even te pieken door de ramen hoe ver de bouwvakkers al waren. Want je wilt niks liever om te duiken in dat nieuwe. Nou, laat staan als de redder van de wereld stapt in jouw leven. En nieuw maakt wat oud was. Recht maakt wat scheef was. Je neemt en je transformeert. Dan wil je niks liever om te staan op die plek van passie, vuur en vlam voor onze God. En voor de buitenwereld lijkt het of als je terecht bent gekomen in de christelijke bubbel. Nou, ik wil de record straight zetten. Dat is niet wat het is. Wanneer je vol bent van Jezus, dan kies je ervoor om apart gezet te worden voor hem. Heb ik een aantal gelovigen hier zo in de zaal. Om apart gezet te worden voor hem, zodat hij in je leven kan komen en dat je accepted bent door hem. Wij kiezen ervoor om apart gezet te worden door hem. En dit is vergelijkbaar met het volk van Israël, die vrij wordt gezet uit slavernij, wordt geleid uit Egypte, door de Rode Zee heen trekt en in de woestijn terechtkomt. En de Bijbel leert ons dat dit een volk is wat apart gezet wordt door God. Voor de jaren dat ze rondzwerven in de woestijn, is het een volk wat apart gezet wordt door God. Ze lijken helemaal niet meer op het land wat ze achter hebben gelaten. Er is niks meer aan hun wat je doet denken aan Egypte. Ze zijn apart gezet door God. Sterker nog, ze lijken niks op de volken die hem omringen. Ze zijn apart gezet door God. Ze zijn anders. Ze doen anders. Ze leven anders. En zelfs in die omgeving van waar ze zijn geplaatst van God, komt er een moment dat dit volk zegt, wij hebben een koning nodig, zodat we kunnen lijken op de andere volken. En je kan dit lezen en je kan denken, hé, wat gek dat ze dit zeggen. Maar het is mind-blowing als je erover nadenkt dat dit volk niet alleen maar apart gezet is om anders te zijn dan de rest, maar dat ditzelfde volk apart gezet is om de wonderwerken van God te zien op een bijzondere manier. Dit is het volk wat heeft gezien dat de Rode Zee splijt in twee en dat ze daar doorheen konden lopen. Toen ze in de woestijn waren en er was geen eten, hebben ze gezien hoe God manna liet vallen van de hemel. Ze konden het oprapen en broden van maken en ze hadden voeding om voor te kunnen gaan. Toen er geen water was, hebben ze gehoord dat God zei, spreek tot de rots en er zal water uit de rots komen. En er kwam water uit de rots. Dit is het volk wat wonderwerken van God heeft gezien. En toch op een plek komt waarvan ze zeggen, we hebben een koning nodig zodat we kunnen lijken op de rest. Sometimes we miss the miracle looking for the ordinary. Soms missen we het wonder omdat we op zoek zijn om te lijken op wat er normaal is in deze wereld.
Soms missen we de zoveel zegeningen die God op ons pad brengt, omdat we willen lijken op wat iedereen anders doet. Soms missen we wat God wil doen in ons leven, omdat ons focus is op wat onze maatschappij aan ons wil leren, wat wij moeten zijn in deze wereld. En als het volk van Israël niet stil kon staan bij de Rode Zee, als ze even vergeten waren dat er brood uit de hemel kwam, als ze even niet meer wisten dat er water uit de rots kwam, hoe makkelijk is het voor ons om soms te vergeten hoeveel zegeningen God geeft in ons leven? Want soms kunnen we zo corrupt zijn om te denken aan de volgende baan, de volgende prestatie, de volgende promotie, de volgende uitdaging. En we vergeten dat God in het vorige seizoen van ons leven de ketenen van armoede heeft afgebroken. En dat de enige reden waarom je hier staat is zijn goedheid en zijn genade. Kijk, ik zeg niet dat het verkeerd is om te streven naar al deze dingen. Want het is goed om een geweldig leven te hebben. Het is goed om vooruitstrevend te zijn. Maar waar ik je naartoe wil brengen is dat wij niet moeten vergeten wat God heeft gedaan in het vorige seizoen. Dus terwijl ik mij uitstrek naar het nieuwe, is mijn hart nog steeds vol van lof. En zing ik nog steeds Gods prijs voor wat hij heeft gedaan in mijn leven. Ik herinner wat hij heeft gedaan. Ik herinner wat hij heeft gedaan. En dat wat hij heeft gedaan in mijn leven, dat is waar de passie vandaan komt. Want ik weet wat hij heeft gedaan. Ik weet waar hij me naartoe heeft gebracht. Maar dit volk zegt, geef ons een koning. Het staat geschreven in 1 Samuel hoofdstuk 8, vers 5. Dan zegt het volk tegen Samuel, die een profeet was, door God aangesteld over de mensen. Dit was ze zeggen, u bent oud geworden, zeiden ze. Dat is al een hele goede start om iemand aan te spreken. U bent oud geworden. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet. Benoem ons liever een koning om ons te besturen zoals alle andere volken dat hebben. Dit is wat ze vroegen. Dit is waar ze naar ze verlangden. Een koning zodat ze konden lijken op alle andere volken. Maar Israël, als je hebt gezien dat er een zee is gespleten in tweeën, dan who is the king of the sea? Ik weet dat er sommige mensen hier zijn die 2 weken pas in de kerk zijn. Maar ik wil je even terugbrengen naar de jaar 1992 toen ik naar de zonneschool ging. En we een simpel lied hadden waarbij we zeiden, who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Alle oude christenen mogen me helpen. Who is the king of the universe? And who is the king of me? En toen gingen we het spellen, want we wisten zo goed te spellen. We zeiden, J-E-S-U-S. He is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ik heb alleen maar 1 koning nodig in mijn leven. Ik heb alleen maar 1 heer nodig in mijn leven. En zijn naam is Jezus. Ik hoef alleen maar terug te denken aan de goedheid in mijn leven wat hij heeft gedaan. En ik weet wie zit op de troon van mijn hart. It is J-E-S-U-S. He is the king of me. En in de tekst die we hebben gelezen vinden we de kerk, de gemeente, Laodicea. Zeg tegen je buurman, Laodicea. Nu kan je naar huis gaan en zeggen, je hebt een moeilijk woord uitgesproken. We vinden ze op een plek waar er een boodschap naar hun toe komt. En ik heb de eerste keer dat ik een preek hoorde over deze gemeente, was ik in mijn 20e jaren. En de predikant deed een hele goede job om met geuren en kleuren te vertellen in wat voor staat deze gemeente zich verkeerde. Want de gemeente is vernoemd naar de plaats waar het gevestigd was. En de plek Laodicea is een plek van welvaart. En de reden waarom het een plek van welvaart is, is omdat de ligging van de stad is een ligging waar verschillende routes van verschillende steden als een knooppunt samenkomen. Het lag in het dal van Lyssen. Het was zo'n welvarende plek dat zelfs toen er een aardbeving kwam en het hele stad eigenlijk in puin achterliet, dat de stad zichzelf kon opbouwen zonder hulp van de staat. Het was een welvarende plek. Maar omdat het een welvarende plek was, was het een plek waar mensen te comfortabel waren geworden. Te comfortabel waren geworden om God daadwerkelijk echt nodig te hebben in je leven. En ik wil een vraag aan jezelf vandaag. Is er misschien een punt gekomen waarop je te comfortabel bent geworden om God echt nodig te hebben in je leven?
Nou, dit is iets anders, want er waren andere gemeentes die werden aangesproken, die kregen ook een boodschap. En de enige gemeente kreeg de boodschap van, ja, jullie moeten achter God aangaan, want er zijn te veel oude denkbeelden die bij jullie naar binnen komen en andere rituelen. Dan was er een andere gemeente die werd aangesproken omdat ze te maken hadden met verleiding. Maar Laodicea had te maken met comfort. Het was te comfortabel voor hun om desperate te zijn voor God. En ik vraag me af of als er mensen hier zijn die kunnen realiseren dat ik misschien in mijn leven te comfortabel ben geworden om echt desperate te zijn om God nodig te hebben in mijn leven. Want comfort is de grootste vijand van desperation. Als ik comfortabel ben op de plek waar ik ben. Als alles gaat hoe het moet gaan. Als ik geen zorgen heb. Dan wat is het wat mij triggert om nog steeds desperate te zijn voor God. En ik geloof dat God ons soms brengt naar een plek. Waar we onstuck worden van de in-between. Want dit is wat hij tot de gemeente zei. Wat hij tegen de gemeente had is, jullie zijn niet warm. En jullie zijn niet koud. In andere woorden, je stuck in between. En voor hoeveel van ons is dit realiteit? That we just stuck in between. En God maakt duidelijk door deze boodschap dat hij een probleem daarvan heeft. Hij zegt, of je bent warm, of je bent koud. Kies. Of het is aan, of het is uit. Of het is right, or it is die. Of het is hola of hasta la vista. Eén van de twee. Kies wat je wil. Maar niet in between. In andere, ik kan niks met in between. En ik geloof dat we mogen stappen uit de seizoen van in between. Want het is soms comfort wat ons vasthoudt op de plek van in between. Want het gaat hoe het gaat. En omdat het gaat hoe het gaat, ben ik comfortable op deze plek. Ik ben comfortable met me in-between. Het is niet dat ik iets slechts doe. Ik doe het niet fout. Ik ben gewoon in-between. Het is niet dat ik niet naar God luister. Ik zal dat nooit durven. Ik nooit, nee. Maar ik ben gewoon in-between. En we zijn comfortable geworden met in-between. Wij waren comfortable met de in-between van deze plek. Een paar maanden geleden hebben we gehoord van het Poort Lyceum dat we geen diensten hier mogen houden. Omdat ze aan alle middelbare scholen in Almere hebben gezegd dat de kerken eruit moeten. En ik kwam pas toen tot de ontdekking hoe comfortable ik was in de in-between. Hoe comfortable ik was op deze plek. Het ding is, ik geloof dat God soms discomfort brengt in je leven. Hij brengt soms discomfort in je leven, omdat de discomfort die hij brengt je laat zien dat wat jij dacht dat rijkdom was, eigenlijk geen rijkdom is. Ik dacht dat deze plek rijkdom was voor onze church. Maar waar ik eigenlijk terecht in was gekomen, was in een comfortabele modus. En we waren in between. Het moment dat we hoorden dat we hier uit moesten, deed het iets met het leiderschapsteam. We kwamen samen en we gingen bidden. Nou, dat is niet bijzonder, dat doen we altijd. Maar we besloten van, nee, we moeten nu. Laten we iedere dag gaan vasten. Gewoon iedere dag van de week. Eén leider die vast, zodat iedere dag dat er iemand vast van de kerk. Van die tijd tot die tijd. En we gaan dit doen totdat we in een nieuw gebouw zijn. It stirs something up. Het moment dat je wordt gebracht in een oncomfortabele positie. Wanneer God iets teweeg brengt in je leven. Dat doet hij dat niet altijd om je een bad day te geven. Maar soms wil hij dat het vuur wat gedoofd is, weer aangewakkerd wordt. Your discomfort is not for a bad day. But it stirs up the fire. Hij brengt je op die plek. That it stirs up the fire. Kijk, ik heb nooit op een padvindersclub gezeten. Ik weet niet of ze dat hebben in Almere. Maar ik heb genoeg films gezien, tekenfilms gezien, om te zien dat wanneer je twee stokken tegen elkaar wrijft, wanneer er wrijving is, dat er vuur ontstaat. Nou, God brengt je soms op een plek van wrijving. Hij brengt je soms op een plek dat je niet denkt van, oh, dit is heel chill, ik kan hier genieten. Maar juist in de discomfort zie je dat sommige dingen gaan gebeuren. Juist in de discomfort zie je dat je zijn naam op een andere manier aanroept. Juist in de discomfort weet je hoe je moet rennen naar zijn troon. Juist in de discomfort brengt hij iets wat hij niet kan brengen. In de in-betweens van ons leven. Want we zijn zo comfortabel
in de in-betweens. En ik hoop dat ik je vandaag kan preken uit de in-betweens. Want hoe comfortabel kunnen we zitten in sommige seizoenen van ons leven? Want het werkt. Het werkt. Het werkt nog, dus wat moet ik eraan doen? Sommige relaties, ja, het is nog niet uit, dus ik doe er niks aan. Ik wil je zo ver krijgen to do something. Om iets te doen op de plek waar je bent. Ik wil je zo ver krijgen to do something in church. Ik wil je zo ver krijgen dat de passie weer aangewakkerd wordt in je leven. Dat de passie en het vuur voor Gods huis weer aangewakkerd wordt in je leven. Dat je gaat staan op de plek en je zegt, I'm going to do something. Ik ga iets doen. De grootste uitdaging van onze church is dat het lijkt dat of als alles just op rolletjes loopt. Dat of als het fantastisch gaat. Newsflash, dat is niet het geval. We hebben je keihard nodig. Dit is zeg tegen buurman, we hebben je keihard nodig. Want voor je het weet, kom je in een seizoen van je leven dat je comfortable bent met het zitten in church. En dat het vuur wat eigenlijk aangewakkerd was ooit op een dag, langzaam dooft. Omdat je comfortable bent geworden met het niets doen. Ik weet dat ik geen vrienden maak met deze preek, maar het stond op de lijn. Ik moet ze spreken, dit is wat de Heer tegen me zei. Maar soms zijn we zo comfortabel geworden met het zitten, dat het vuur steeds minder wordt in ons leven. Sterker nog, soms wordt ons vuur gedoofd omdat we kritiek hebben op iemand die iets doet in church wat jij eigenlijk had moeten doen. Ik ga deze kant kijken, iets te streng, ga voor jullie preken. Deze mensen kijken me af, we zijn niet helemaal hier gekomen om dit te horen op een zondagochtend. Soms zijn er giften en talenten die God aan je heeft gegeven. Wat alleen jij hebt gedaan, maar omdat je kiest om ervoor te zitten in comfort, heb je nu kritiek op iemand die staat en doet wat jij eigenlijk hoort te doen. En je gaat mopperend naar huis. Van ik had het beter kunnen doen, maar doe something. Kijk, er zijn altijd mensen in de kerk die iets doen omdat ze weten dat het gedaan moet worden. Maar soms zijn zij niet degene die gesalfd zijn om het te doen. Dus zolang jij zit, gaan zij doen wat ze moeten doen. Als je wilt dat het beter wordt, doe something. Doe something. Doe something. Hoe ik ben begonnen met preken, was dat Nathalie. Nathalie zit bij ons in de kerk. Ze is met Mark nu op vakantie. Nathalie deed een scholentour. Ze hebben een organisatie, creatieve preventie. En ze deed een scholentour en ze had sprekers nodig om op middelbare scholen te preken voor jongeren. En ze was bij mij en ze was in het gesprek en ze vertelde wat ze allemaal deden. We gaan langs zoveel scholen en we hebben sprekers nodig om in het kort het paasverhaal of het kerstverhaal te vertellen aan de jongeren. En ze vroeg aan mij, ken je nog sprekers? En ik was op het punt om een lijst met namen op te noemen van mensen die konden spreken. Maar ergens in mijn hart wist ik dat ik een passie had voor Gods woord. En in plaats van om andere mensen te noemen, zei ik, maar ik kan wel spreken. En ze zei, ja. En ik zei, ik denk het. Ze nodigde me uit en ik sprak voor de allereerste keer als spreker voor een groep jongeren. En dat is hoe het voor mij is begonnen. Als ik niet ja had gezegd, en had gestapt in een seizoen wat misschien oncomfortabel is voor mij. Dan was ik nooit geweest op de plek waar ik nu ben en uitvoeren wat God in mijn leven wou doen. Nou, hoe kan het zijn voor jouzelf dat God soms dingen tot je hebt gesproken? Maar de plek waar je zit is nog te lekker om te blijven chillen. Ik wil je vandaag zo oncomfortabel maken met deze preek. Dat je naar huis gaat en je kiest van I'm going to do something right now. Ik ga oppakken wat God voor me heeft. Ik ga doen wat hij wil doen in mijn leven. Ik ga staan in de roeping die hij heeft voor mij. Want laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal iets van God gekregen. En soms lijkt het gemakkelijker om wat je hebt gekregen om het niet te gebruiken. Maar ik geloof dat de overwinning en de winst groter is wanneer we stappen uit onze comfortzone en stappen in de wil van God. Kom op, de helft van heeft me gehoord. Soms is de overwinning groter als we stappen uit onze comfortzone en stappen in de wil van God. Ja, de wil van God is soms misschien een beetje ongemakkelijk. Maar de prijs die is betaald aan het kruis van Golgotha is zoveel groter voor mij om defeated neer te zitten. En aan mij voorbij te laten gaan wat God daadwerkelijk voor me heeft. Dus dat is wat hij zei tegen de kerk van Laodicea. You are stuck in between. En misschien vraag je je nu af,
Maar hoe word ik unstuck? Hoe doe je dat? Hoe krijg ik de passie terug? Hoe laat ik dat vuur weer oplaaien of waaien? Ik was van plan om jullie 7 punten te geven. Waarvan iedere eerste letter van iedere punt samen het woord passion vormde. Ik was het van plan. Nummer 1, it's a lot of work. Het is veel werk om iedere keer van die puzzels te maken. Dus ik dacht, dat gaan we niet doen. Nummer 2, het eerste punt dat ik had bedacht was good enough voor deze hele preek. De P van passion is voor put God first. Put him first. Als God centraal staat, als God de centrale plek heeft in je leven, dan zal je zien dat het vuur blijft branden in je binnenste. Je zal zien dat je een passie blijft houden voor de dingen die je doet. Want laten we eerlijk zijn, dienen in church, dat kan soms tof zijn. Ik ga jullie niet binnen proberen te halen met een verhaal dat het altijd gemakkelijk is. Het kan soms tof zijn, maar als God bij mij op de eerste plaats staat, dan is er niks wat het vuur in mij kan doven. Want ik doe het niet voor mensen. Ik doe het niet voor de naam van deze church. Ik doe het omdat ik weet wie mijn heiland is. Ik doe het omdat ik weet wie mij gered heeft. Dus als we God op de eerste plek zetten in ons leven, dan blijft dat vuur blijft wakker in ons leven. Dat vuur blijft aan in ons leven. Put God first. Zet hem op de allereerste plek in je leven. En het zijn 2 manieren waarop je hier kan kijken wat we kunnen ons realiseren dat we dat moeten doen. We kunnen dit cognitief, kunnen we dit geloven. Dus ik weet dat het waarheid is. Ik beleid dat het waarheid is. Maar in de praktijk van mijn leven merk ik dat iets anders op de eerste plek is. En je hoeft je niet schuldig te voelen als je denkt van, oh, dat is bij soms. Wij allemaal komen in die seizoenen van ons leven waar iets of iemand de eerste plek krijgt. Kijk, het volk van Israël zei op hun beurt, we hebben een koning nodig om over ons te regeren. Wetende dat God almachtig was. Wetende wat hij allemaal had gedaan. Dus aan de ene kant zeiden ze, God is almachtig. Maar aan de andere kant zeiden ze, jongen, we hebben een koning nodig. En heel vaak in ons leven komen we op de plek dat we beleiden met onze mond, God is almachtig. En cognitief geloven we dat hij de eerste plek moet hebben. Maar in de praktijk schuift soms iets anders naar de voorgrond. Want ieder hart heeft een troon. En het is aan ons om te checken, wie zit er op de troon van je hart? Wie zit er op de troon van je hart? Ik heb gevraagd of we zo'n stoel, kunnen we een stoel hier zo brengen? Een kruk. Dan kan ik uitbeelden wat ik, thanks. Chris, fantastisch. Iedereen heeft een troon van zijn hart. En de vraag is, wie zit er op de troon van je hart? Volk van Israël had God als hun God, Yahweh, vrijgezet uit Egypte. Ze hadden een troon. En Daniel, kan je komen? Daniel speelt God voor ons. Niet naar buiten vertellen dat we allemaal dingen doen. Hier zitten mensen, God zei nee. Dit is gewoon voor het beeld. En God was op de troon van ons hart. Dit is de plek die hadden we waren. Zo, hij heeft een rode zee heeft hij gespreid voor ons. En we konden doorheen. Toen we honger hadden, kwamen mannen uit de hemel. Man. Dit is Jehovah Nissi. Hij vecht voor ons. We baden en we overwonnen de strijd. Maar hij zit op de troon. En nu door het kijken naar hun omgeving, door te kijken wat andere volken deden, dachten ze van, maar wacht eventjes. Wij hebben ook een koning nodig. En wat er moest gebeuren, wat er gebeurde, Lino, kan je kopen. Is dat God plaats moest maken voor de koning die ze kozen. En die ze plaatste op de troon. Ga maar zitten.
Saul was de eerste koning die gezalfd werd door Samuel. Als je wil weten wie Saul was. Saul, de Bijbel zegt, Saul was een prachtige man. Kijk naar Lino. Is een prachtige man. Is niet te doen. Hij was sterk. Hij was jong. Hij kwam van een welgestelde familie. En dat plaatste ze op de troon. Een koning die over ons kan regeren, die we kunnen zien. Dat is mooi. Dus ze hebben God voor de troon gehaald. Een koning geplaatst op de troon. Maar dit was zo bijzonder toen ik de tekst las. Want ik wil dit heel dichtbij maken voor ons eigen leven. Wat de tekst zegt in 1 Samuel hoofdstuk 8. Dat de mensen zeiden, vers 5, misschien kunnen we het op het scherm hebben. Dit is wat het volk zei tegen Samuel. Het volk zei, u bent oud geworden. Dit was een distrek naar Samuel. U bent oud geworden en uw zonen volgen uw voorbeeld niet. Benoem liever de koning om over ons te besturen zoals alle andere volken. Nou let op wat er hier gebeurt in vers 6. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar deze antwoordde, geef gehoor aan de stem van het volk. Aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. En ik las dit en ik zat te denken, hè? Zou het misschien zo zijn dat Samuel zich daarom druk maakte? Dat hij daarom naar God toe ging van, hey, paniek in de tent. U heeft gezegd dat ik het volk moet leiden. Ik ben de profeet van het volk, nu willen ze een koning. Wat moet ik doen? En God zegt rustig, ze verwerpen jou niet. Kan het zo zijn dat Samuel op een moment zelf is gaan zitten op deze troon? And that he made it about him. Wauw, ze willen een koning. Wat gaat er nu gebeuren? En God stelt hem gerust. Ze verwerpen jou niet. Ze verwerpen mij. En ik wil dit terugspoelen, rewinden, om dit terug te brengen in ons eigen leven. In de realiteit waarin wij leven. Dat wij, jij was God. Jezus redde mij en God staat op de troon van mijn leven. Hij is de Heer. Lido, waar ga je naartoe? We hebben je nog nodig. Hij zit op de troon van mijn leven. Ze hebben alles. En hij staat in het centrum van, ik heb passie, ik heb vuur. Ik ben alle dagen van de kerk in de kerk. En wanneer de kerk gesloten is, sta ik voor de deur om te bidden. Ik loop 7 rondjes. Dat, als je dat kent. En op een gegeven moment kijken we naar onze omgeving. En we zien wat andere mensen najagen, wat ze nastreven. Op een gegeven moment maakt God ruimte voor de comfort in ons leven. En nu zijn we hier, dat God is nog steeds belangrijk, maar ergens zien we ook nog wat andere mensen hebben bereikt, de doelstelling die andere mensen hebben. En God moet ruimte maken voor de comfort die we hebben in ons leven. En heel soms komen we zelfs op deze plek. Dat het leven niet gaat zoals we zouden verwachten dat het zou gaan. Dat we komen op plekken die ons pijn doen, die ons verwonden of die ons breken. En dat we dan kiezen om te gaan zitten op de troon van ons hart. And it's all about me. Heer, hoe kan dit? Dat dit gebeurt. Hoe kan dit dat mensen in de kerk dit doen? En het is niet meer God die staat op de troon van je hart. Maar je hebt zelf plaatsgenomen. En op een gegeven moment, it's all about me. En God zegt tegen Samuel. Dit is niet jouw troon. Dit is niet dat ze jou verwerpen. Het is dat ze mij verwerpen. Ik denk dat Samuel een check kreeg op dat moment. Om te herinneren dat de troon van zijn hart behoort aan God toe. En soms in ons leven komen we in dit spel terecht. Dat in ieder ander seizoen neemt er iets of iemand anders plaats op de troon van ons hart. En ik wil je bemoedigen, bevestigen, misschien vermanen vandaag. Dat de enige die plaats mag nemen op de troon van je hart is God Almachtig. Dat is wie moet zitten op de troon van je hart. Want dat is waar de passie uit voortvloeit. Dat is waar de goedheid uit voortvloeit. Dat is waar je leven uit voortvloeit. Als God mag zitten op de troon van je hart. Man, toen ik dit las, ik was blown away.
bij hoe snel we dat soort dingen kunnen doen in ons leven. Er gebeurt iets of er gebeurt. Jullie kunnen gaan zitten. Thanks. Mogen ze een applaus. Er gebeurt iets of we komen ergens in. En we vervangen de persoon die zit op de troon. Maar God wil op de troon van je hart zitten. Hij wil centraal staan in jouw leven. En iedere keer heb jij de keuze om hem koning te kronen in jouw leven. Kom, ik zeg niet dat hij geen koning is, maar het is aan jou de keuze om te erkennen en te beleiden: Heer, u bent koning. King of my heart. Koning van mijn hart. Er is niets en niemand anders wat die plek in kan nemen. Het is voor u en u alleen. King of my heart. Dit is hoe de boodschap aan de kerk van Laodicea eindigt. Dit is hoe de boodschap eindigt. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten met hem en hij met mij. Wie overwint, let op, dit is het. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader op zijn troon zit. Dit is wat hij zegt tot de gemeente. Als je overwint met mij, dan zal je samen met mij op de troon zitten. We hoeven niet rond te dwalen en kijken naar onze surroundings en denken that we are missing out on something. Dat het nodig is voor een andere koning. Dat het nodig is voor welvaart of comfort om te zitten op deze troon. Dat het nodig is voor onszelf om te zitten op deze troon. Te denken van ja, maar anders zit niemand bij. De Heer zegt, ik heb de prijs betaald aan het kruis voor Golgotha. En je hebt overwonnen met mij. En nu zit je met mij op mijn troon. In andere woorden, er is een plek voor jou. Je hoeft je niet druk te maken. Er is een plek voor jou. I got you. Als je durft te geloven dat ik heb overwonnen. Als je durft te staan op mijn woord. Als je durft te geloven dat ik iedere issue van je leven al reeds heb overwonnen. Dan kan je zitten met mij. Op een plek die ik voor jou heb voorbereid. Now, this is how we run to fire. We rennen nergens anders naartoe. Het enige waar ik naartoe wil rennen is de plek waar het vuur is. En waar de plek waar het vuur is, is mijn hart wat toegewijd is aan God. Waar hij kan zitten en mijn hart vol van vuur is. Ik wil niet wegrennen van deze plek. Ik wil niet wegrennen van deze plek. Ik wil rennen naar de plek waar passie is. Ik wil rennen naar de plek where it really matters. I want to run to fire. I want to run to fire. Laten we staan op deze plek. Terwijl we de dienst afsluiten. Ik weet niet wat je vuur heeft gedoofd. Comfort, teleurstelling. Ik weet niet wat het is. Maar één ding weet ik zeker. Als je Jezus kroont als koning van jouw hart. Man. Dat is hoe je dat vuur terugkrijgt. That is how you get your passion back. Ik weet niet hoeveel kerken je hebben teleurgesteld. Ik weet niet hoeveel voorgangers of predikanten je verkeerd hebben behandeld. Maar haal ze weg van de troon van je hart. Er is alleen maar één koning. Ik heb te weinig aan mensen hier. Zo, dit is de doorbraak voor iemand. Te veel mensen hebben voorgangers en predikanten een plek gegeven op de troon van hun hart. Er is alleen maar één redder en dat is de redder met de naam Jezus. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control.
want more of you, God. I want more of you, God.